Er is er gewoon een vijandbeeld gecreëerd de afgelopen 20 jaar. Ja. En ik ben daar zelf ook heel erg in meegegaan. Omdat ik in het gevaar van 9-11 en zo geloofde. En ik dacht, ja, we moeten die landen gaan democratiseren en dat soort dingen. En daar ben ik op een gegeven moment van teruggekomen. En toen ben ik gaan zien van, ja, maar het is gewoon destabilisatie. Van die landen bedoel je? Ja, maar ook van ons. We worden een soort van permanente staat van agitatie gebracht. Ja. En dat is volgens mij voor niemand goed. Dus kun je zeggen dat jij zegt van laat die landen met rust, dan hoeven we ook al die mensen niet hier naartoe te laten komen en dan blijft alles lekker rustig. Ja, als je niet daar al die oorlogen had gehad, dan waren heel veel mensen niet hun huis kwijtgeraakt. Dat is absoluut waar.